Goedendag. Vandaag hebben we een filmpje over hoe monteer ik en welke mogelijkheden heb ik met het Method ECS systeem van Preston Innovations. Heel veel mensen weten vaak nog niet hoe simpel het is. Nu ga ik jullie even tonen hoe makkelijk het is om met deze spullen te werken. Wat hebben we eerst nodig? Natuurlijk een basis Method feeder. Een change beat. En als je straks wil gaan verwisselen inline of elasticated, heb je deze ook, die elasticated stemkits, welke je daar kunt voor gebruiken. Ik heb een schaartje, ik heb feederlijn en ik heb een latje met onderlijntjes. Eigenlijk meer heb je bij dit niet nodig, zodat als je gewoon rustig een dagje of een half dagje wil gaan vissen met weinig materiaal, wat pelletjes, wat voer en je bent klaar. Ga je even tonen hoe je eigenlijk deze een simpele manier op je lijn bevestigt. Allereerst heb ik de feeder. Ja, heb ik. Daar zit een buisje in, welke kan gedemonteerd worden om achteraf ook de verschillende gewichten en andere spulletjes te kunnen wisselen, waar ik dadelijk verder op inga. Dus we halen het buisje eraf. Het hoedje natuurlijk ook wat erop zat. Het hoedje, we nemen even een lijn om het te tonen hoe we dat doen. We zetten eerst en vooral het hoedje op de lijn. Dan zetten we het buisje op de lijn. Dan pakken we de bead. Daar halen we het onderstukje uit, waar achteraf de onderlijn komt aan te hangen. Deze schuiven we ook op de lijn. Dan pakken we het klepje waar achteraf de onderlijn komt aan te zitten. Daar zit een oogje in. Daar ga je de draad doorheen schuiven. Daar heb je verschillende mogelijkheden in knopen in. Ik doe het gewoon makkelijk met een lusknoop. Ik draai hem om. Ik zet hem erop. Voor ik hem aantrek, zie je, krijg je de achterknop. Voor ik hem aantrek, goed nat maken. Even de knop juist trekken, zodat hij mooi in de behorende ribbeltjes zit, welke ervoor voorzien zijn. Je trekt hem even dwars aan. En dit is echt een hele stevige knop voor mij. Dan knip je het uiteindje af, laat een millimetertje of 5 staan. Het zit toch binnenin de bead, dus dat zie je straks niet meer, dat je dit verkrijgt. Dan schuif je de bead terug in elkaar. Voilà. Je zet het buisje er tegenaan. En het kapje, het afdekkapje, schuif je er ook op. En we zijn klaar om dat te vederen. Simpel en makkelijk. Wanneer je nu zegt ik ga met een gewone method feeder vissen, schuif je deze over de lijn door de sleuf die erin gemaakt is. Je trekt het buisje in de feeder. Ups. Je zet het stofkapje erop. En je bent vertrokken met een gewone method feeder. Wanneer je nu elasticated wil gaan vissen, wat ik bijvoorbeeld doe als ik op echt grotere vissen ga vissen, dat ik iets meer kans maak met een lichtere onderlijn om deze grote vissen toch maar te vangen, dan neem ik dus een elasticated stemkit. Ook weer hetzelfde principe. Ik haal het kapje eraf en deze is nog makkelijker om te bevestigen eigenlijk. Ga je dat even tonen? Ik neem de lijn. Ik maak gewoon een lus. Ook wel dubbel om safe te zijn, zodat hij deze niet gaat verspelen.
ik hem ook weer af. Ik steek het kapje erop. Kan je ook voordat je de lus maakt doen. Dan steek ik gewoon met de elasticated stemkit het lusje door het gaatje van achter mijn stemkit en ik haal gewoon de stemkit er doorheen. Zie, dan zit hij gewoon gestopt. Waarom doe ik dat zo? Wanneer ik nu wil wisselen voor een dikkere of een andere stemkit, kan ik dat gewoon er terug afhalen en dan hoef ik niets af te halen van de raam of zo. Het kapje erop en bent weer klaar om verschillende metal fingers erop te doen. Wat je nu kan doen bijvoorbeeld, weer hetzelfde. Ik haal hem even van de inline af. Haal ik een wandellijn. En dan zet ik bijvoorbeeld diezelfde metal feeder op de stemkit van de elasticated. En ik ben elasticated aan het vissen. Heel simpel en vrij gemakkelijk. Het enige wat je nu nog moet doen, is gewoon heel makkelijk een onderlijntje eraan doen. Je pakt de bead eruit. Je schuift deze open. Je neemt kant-en-klare onderlijntjes. Hebben we ook in alle maten en alle gewichten. Baitbandje met een quickstop. Gewoon plovenhaak. Je pikt deze gewoon in de bead. Die achter het haakje zit. En je klipt hem mooi dicht. En klaar. Is met dat veder. Heel simpel. Nu hebben we dus de twee manieren inline en elasticated. Dit is eigenlijk een basis wat je doet. En je hebt hier ook al zoveel mogelijkheden waarin je kunt gaan switchen van een method feeder, een distance method feeder, een maggot. Bijvoorbeeld hier hebben we de banjo feeder met de bijpassende moelen, allemaal in verschillende maten en gewichten. Dus de gewone die ik net klaargemaakt heb. Dan hebben we de distance method feeder, ook weer met bijbehorend malletje in verschillende maten en gewichten. We hebben de gewone case feeder. Voor als je zegt, het gaat vandaag niet goed of ik wil eens veranderen. Dan hang je er een gewone feeder aan. En dan hang je een iets langere onderlijn eraan. En je bent gelijk terug aan het gewoon federen. Zonder eigenlijk je lijn moeten af te breken van je hengelen en dergelijke. We hebben ook de pellet feeder. Net hetzelfde systeem. Gewoon de feeder eraf schaven. De pellet feeder erop. En klaar. Om met de pelletveder te vissen. We hebben zelfs een maggotveder. Ook weer hetzelfde principe. Allemaal de buisjes die erin passen, passen allemaal op de standaard buisjes die in de gewone maggotveder zitten. Je switcht hem om. En als ik zeg ik heb niet meer voer of niet meer pellets, ik wil gewoon zuiver met maden in het voorjaar, het najaar, wanneer hij niet zo op zijn beet is, dan neem ik de maggotveder. Die kun je gewoon opendraaien. Maden erin of kasters erin, je draait hem dicht, ingooien en klaar. Heel makkelijk. En natuurlijk ook de loodjes in verschillende maten en gewichten om het uitpeilen of soms wanneer je gewoon met een loodje alleen met een pellet gaat vissen. Als je pellet gaat bijschieten, hebben we ook de loodjes ervoor. Zo zie je maar, keus genoeg, een heel simpel systeem als je een keer een half dagje of een dagje rustig zonder verder te rammelen, we gaan vissen.